Hey, kijkers van Theorie Foutloos. Goed dat je er weer bent. Wij, Theorie Foutloos, bereiden jou voor op het CBR Theorie-examen. Dit doen wij met onze online videocursus, op onze website en onze video's op YouTube. Mark gaat jullie vandaag helpen. Veel succes! De eerste vraag. Bij welk bord mag je ook rechtsaf slaan? Bij bord 1, bord 2, of mag je bij beide borden niet rechtsaf slaan? Wat denk jij? Bord 1 geeft een verplichte rijrichting rechtdoor aan. Dus bij bord 1 mag je niet rechtsaf slaan, maar moet je verplicht rechtdoor. Bord 2 geeft een eenrichtingsweg aan, maar als de mogelijkheid er is, mag je rechtsaf slaan. Het juiste antwoord is dus antwoord 2. Een kennisvraag. Wat is de maximale afstand tussen het slepen van voertuigen? Bij het slepen van voertuigen mag de afstand tussen beide voertuigen niet meer dan 5 meter zijn. Jij bent de blauwe auto. Je wilt de rode auto inhalen. Mag dat? Inhalen is in Nederland alleen via links toegestaan. De blauwe auto haalt van links in, dus dit mag. Andersom, dus als de rode auto de blauwe auto had willen inhalen, had dit niet gemogen. Hey jij daar, goed bezig. Houd je concentratie vast. Dit waren de eerste 3 CBR-examenvragen van onze video. Ik hoop dat het goed gaat. Laat het weten als er onduidelijkheden zijn. Dit kan in de reacties. We zullen op elke vraag reageren. Het zou super zijn als je de video nog even kan liken en als je op ons kanaal kan abonneren, als je dit nog niet gedaan had. Ik wil aan het einde van de video nog wat leuks vertellen. Tot zo! De volgende vraag. Aan welke zijde van de weg staan witte reflectoren? In de vorige video hebben we besproken dat rode reflectoren aan de rechterkant staan. Rood staat rechts, zo kan je dit onthouden. De bermpaaltjes met witte reflectoren staan dus aan de linkerkant van de weg. Een voorrangsvraag. Kijk goed naar de afbeelding. Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? De tram mag als eerst, omdat dit een gelijkwaardig kruispunt is. Daarna mag de rode auto, want rechtdoorgaand verkeer gaat voor al het afslaand verkeer. Dus als laatst mag de militaire kolonne. Je ziet dit bord. Moet je direct rekening houden met slipgevaar? Het antwoord is ja. Dit onderbord met de 2 pijlen geeft aan dat je direct rekening moet houden met slipgevaar. Dit is voor 1,5 kilometer lang. De volgende vraag. Kijk goed naar de afbeelding. Je wilt rechtsaf. Rijd je op de juiste rijstrook? Het antwoord is nee. Je rijdt op de linker rijstrook en de linker rijstrook gaat rechtdoor. Dus rijd je niet op de juiste rijstrook. De rechte rijstrook gaat rechtsaf. Hier moet je op rijden. Hey, daar zijn we weer. We zijn bijna bij de laatste examenvraag aangekomen.
Het doel dat we allemaal samen hebben is natuurlijk slagen voor ons autotheorie-examen. Bij ons ben je op de goede plek. Met onze online videocursus weten wij zeker dat je zal slagen. Slaag je toch niet, om wat voor reden dan ook, dan krijg je direct je geld teruggestort. Je hebt dus niks te verliezen. Ik zie je bij de cursus. Een nieuwe vraag. Wie moet je bij een zebrapad voor laten gaan? Alleen voetgangers, voetgangers en bestuurders van gehandicapte voertuigen, of antwoord 3, voetgangers, bestuurders van gehandicapte voertuigen en fietsers. Het juiste antwoord is antwoord 2. Bij een zebrapad moet je alleen voetgangers en bestuurders van gehandicapte voertuigen voor laten gaan. Fietsers hoef je niet voor te laten gaan. Maar stel nou dat een fietser afstapt en het zebrapad oploopt met zijn fiets of haar fiets in de hand, moet je deze persoon dan wel of niet voor laten gaan? Wat denk jij? Nu is het geen fietser meer, maar een voetganger met een fiets in de hand. Dus moet je hem of haar wel voor laten gaan. De volgende vraag. Je ziet dit bord. Welke snelheid mag je rijden? 10 km per uur, 20 km per uur of geen van beide snelheden? Dit bord geeft een erf aan. In een erf mag je maximaal 15 km per uur rijden. Dus mag je geen 20 km per uur rijden, maar 10 km per uur is wel toegestaan. Een nieuwe snelheidsvraag. Bij welk bord heb je een hoge maximumsnelheid? Wat denk jij? Bord 1 is een fietsstraat. In een fietsstraat is de maximumsnelheid 30 km per uur. Bord 2 hebben we net besproken. Dit is een woonerf. In een woonerf is de maximumsnelheid 50 km per uur. Dit betekent dus dat bord 1 een hogere maximumsnelheid heeft dan bord 2. Antwoord 1 is juist. Je ziet dit bord. Je bent de zwarte auto. Je rijdt door. Mag dat? Nee, dit mag niet. Dit bord geeft aan dat jij een tegenligger voor moet laten gaan als er een tegenligger aankomt. Nu komt er een tegenligger aan. Dus mag je niet doorrijden. Hey, top dat je gekeken hebt naar onze video. We hebben vandaag weer een hoop geleerd, dus dat is super. We hopen je bij onze cursus te zien. Wil jij nog extra oefenen? Klik dan de link in de beschrijving en oefen gratis CBR examenvragen. Hier nog kort even al onze voordelen op een rij. We hebben een superhoog slagingspercentage, dus de kans dat jij slaagt is ook erg hoog. Slaag je toch niet, krijg je direct je geld teruggestort. Je hebt dus niks te verliezen. Krijg individuele ondersteuning van onze experts op theoriegebied. En je kunt onze cursus al kopen vanaf €14,95. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop je bij de cursus te zien. Tot daar!